Groot succes bij EBS, conflicten beslecht en samenwerking herstelt. Muziek is harmonie, liefde, maar sommige mensen misbruiken en hosselen muziek en het leidt zelfs naar vette schietpartijen en doden. Mennonieten Een groeiend aantal studenten heeft in gesprek met de redactie van Dagblad Suriname hun bezorgdheid geuit over de mogelijke komst van een groep Mennonieten naar het land. President Santoki is aangekomen op de Bahama's voor de derde afrika conferentie en heeft al belangrijke gesprekken gevoerd met de president van de Afrexin Bank. Drukstealer verstopte drugs in kapotte wasmachine, verdachte aangehouden. In de vroege uren van woensdag 12 juni, rond kwart over twee, ontvouwde zich een trillerachtige scène bij de Republic Bank aan de verlengde gemenelandsweg. Zaak Bordeaux vervelend voor de politiek. EBS-directeur Leo Brunswijk werd vanochtend onthaald door een luidruchtige menigte van demonstrerende medewerkers toen hij met zijn auto arriveerde bij het kabinet van de vicepresident. Terwijl hij uitstapte, klonken er luidkeels kreten van weg met Leo. Ondanks de vijandige sfeer bleef Leo glimlachen en liep heen en weer, wat door de actievoerders als provocerend werd ervaren. Op een gegeven moment, toen hij richting de poort liep, Gooide een van de demonstranten een flesje naar hem. Leo draaide zich onmiddellijk om en riep: "Sumabonk asani. Wie heeft dat ding gegooid?" Hij liep terug en raakte verwikkeld in een discussie met enkele medewerkers over de identiteit van de werper. "Niemand heeft niets gegooid," riepen de medewerkers in koor. Leo Brunswijk was duidelijk geïrriteerd en boos over het incident. "Nee, nee, nee. No, no." No. No one man emec agrapdati riep hij tegen de actievoerders waarmee hij zijn frustratie over het voorval uitte. Groot succes bij EBS, conflicten beslecht en samenwerking hersteld. Met veel vreugde delen we mee dat de situatie bij de energiebedrijven Suriname, EBS, tot een positieve oplossing is gekomen. Dankzij gezamenlijke inspanningen en wijsheid is de harmonie binnen het bedrijf hersteld. Na een periode van conflict tussen de EBS-directie en de Bond, geleid door Marciano Hellings, hebben we eindelijk een vreedzame oplossing bereikt. Hellings, die zich onvermoeibaar inzette voor de rechten van de werknemers, verdient onze grootste complimenten voor zijn vastberadenheid en doorzettingsvermogen. Zijn leiderschap en moed hebben een cruciale rol gespeeld in het herwinnen van het vertrouwen en de eenheid binnen de organisatie. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar vicepresident Ronnie Brunswijk, die zijn broer Leo Brunswijk heeft begeleid en geholpen om het belang van verantwoordelijkheid en nederigheid te begrijpen. Leo's beslissing om zijn excuses aan te bieden, een zeldzame maar krachtige daad van leiderschap, heeft bijgedragen aan het herstellen van de werkrelaties en het verbeteren van de werkomgeving voor alle betrokkenen. Leo Brunswijk heeft laten zien dat het erkennen van fouten en het aanbieden van excuses niet alleen de juiste keuze is. Maar ook respect afdwingt en de weg vrijmaakt voor constructieve samenwerking. Door deze stap hebben de medewerkers van de EBS hun werk kunnen hervatten in een positieve en productieve omgeving. We feliciteren alle medewerkers van de EBS met hun terugkeer naar een normale werkdag. Dit resultaat is een bewijs van de kracht van samenwerking en de bereidheid om naar elkaar te luisteren en samen te werken aan oplossingen. We hopen dat deze hernieuwde harmonie zal leiden tot verdere vooruitgang en succes voor de EBS en haar medewerkers. Nogmaals, een welgemeen dankwoord aan Marciano Hellings voor zijn onwankelbare inzet, aan Ronnie Brunswijk voor zijn bemiddeling en aan Leo Brunswijk voor zijn moedige daad van verontschuldiging. Beste Surinamers, vandaag, op deze nieuwe dag vol mogelijkheden willen we bij TV48 een krachtige boodschap met jullie delen. Te midden van uitdagingen en kansen willen we jullie aanmoedigen om vastberadenheid en veerkracht te tonen. Jullie zijn de drijvende kracht achter de vooruitgang van ons geliefde Suriname. Jullie harde werk, toewijding en passie vormen de bouwstenen van onze natie. Laten we samen streven naar een betere toekomst, waarin iedere Surinamer de kans krijgt om zijn of haar dromen na te jagen en te verwezenlijken. Laten we onze verschillen overstijgen en samenwerken als één krachtig en verenigd volk. Laten we elkaar ondersteunen, inspireren en motiveren om het beste uit onszelf te halen en onze gemeenschappen te versterken. TV 48 staat aan jullie zijde, als een bron van informatie, inspiratie en verbindende kracht. Laten we samen bouwen aan een Suriname waarin iedereen kan gedijen, waarin diversiteit wordt gevierd en waarin hoop altijd aanwezig is. Dus laten we vandaag en elke dag daarna de uitdagingen trotseren met vastberadenheid de kansen omarmen met optimisme en samenbouwen aan een toekomst die straalt van hoop en mogelijkheden one people tang boom met vriendelijke groet het tv48 team muziek is harmonie liefde maar sommige mensen misbruiken en hosselen muziek en het leidt zelfs naar vette schietpartijen en doden zo ook deze meneer Kapalani. De bekende artiest Kapalani werd maandag aangehouden door de militaire politie in Suriname na een incident waarin hij bedreigd werd door een man met een mes. Volgens Kapalani zou deze man hem in een lied hebben uitgedaagd, wat leidde tot de confrontatie. Volgens de Surinaamse krant Times of Suriname verklaarde Kapalani dat hij de man tegenkwam en verhaal wilde halen over het lied waarin hij werd uitgedaagd. Een woordenwisseling ontstond waarbij de man een mes trok en Kapalani bedreigde. Later, bij een tweede confrontatie, pakte Kapalani een stok, terwijl de man opnieuw het mes trok. Hierop haalde Kapalani een illegaal vuistvuurwapen tevoorschijn en dreigde de man dood te schieten. Op dat moment greep de militaire politie in en werd Kapalani aangehouden. Jammer weer dit. President Santokki is aangekomen op de Bahama's voor de derde Afrika-Ribian-conferentie en heeft al belangrijke gesprekken gevoerd met de president van de Afreks Bank. De focus ligt op het verkennen van investeringsmogelijkheden en het herfinancieren van schulden om de Surinaamse begroting te verlichten. Deze conferentie biedt een geweldige kans om de samenwerking tussen Afrika en de CARICOM-landen te versterken en nieuwe handelsverdragen te bevorderen. President Santokki zal deelnemen aan een presidentieel panel om strategieën te bespreken voor toekomstige samenwerking. Het belooft een vruchtbare en inspirerende bijeenkomst te worden. Padi: In Nikkerie verloopt de Padi-inzaai gestaag, ondanks financiële uitdagingen voor boeren. Er wordt hard gewerkt aan het inzaaien en bewerken van grond. En er zijn geen noemenswaardige problemen met irrigatiewater dit seizoen. Echter, de nasleep van vorig jaar zorgt ervoor dat sommige boeren nog steeds bezig zijn met oogsten, waardoor ze later kunnen beginnen met zaaien dan gewenst. Boeren kijken uit naar beloofde financiële steun van de regering om te helpen met de hoge productiekosten. Minister Parmanant Seudin streeft er naar dit seizoen 35.000 hectare padi in te zaaien, een toename ten opzichte van vorig jaar. Ondanks de uitdagingen tonen de boeren vastberadenheid en hopen ze met steun van de overheid succesvolle oogsten te behalen. Mennonieten Een groeiend aantal studenten heeft in gesprek met de redactie van Dagblad Suriname hun bezorgdheid geuit over de mogelijke komst van een groep Mennonieten naar het land. De spanningen omtrent deze groep migranten zijn de afgelopen weken hoog opgelopen. Met voornamelijk debatten die de publieke en politieke agenda domineren. Een bedreiging voor onze tradities en gewoontes? Monique Jart, een studente van 26 jaar, geeft aan dat ze niet tegen de komst van vreemdelingen is, maar onze cultuur, onze waarden en onze manier van leven worden volgens haar bedreigd door de komst van deze groep. Ze zegt dit omdat ze na onderzoek erachter is gekomen dat Mennonieten een heel andere levensstijl hebben en omdat ze vreest dat hun komst tot conflicten zal leiden. De fragiele economie is volgens Monique ook een factor die burgers verder laat twijfelen over de komst van een grote groep mensen die een zelfvoorzienende levensstijl leiden. Dit kan, al dus burgers, negatieve gevolgen hebben voor lokale bedrijven. We moeten onze eigen mensen eerst helpen voordat we nieuwe gemeenschappen toelaten die mogelijk niet bijdragen aan de economie zoals wij dat nodig hebben, zegt Monique verder in het interview. Naast de economische zorgen is ook de integratie van nieuwe groepen vaak een complexe en moeilijke taak. Historisch gezien zien we dat dergelijke vestigingen kunnen leiden tot culturele conflicten en misverstanden. Zonder een goed geïntegreerd plan kan dit meer schade dan goed doen, vervolgt ze. Terwijl de debatten en protesten doorgaan, blijft de toekomst van de Mennonieten in Suriname onzeker. Wat wel duidelijk is, is dat de komst van deze groep een groot vraagstuk heeft opgeroepen over de balans tussen culturele integratie en behoud van de nationale identiteit. Calvin Chin Atong, de ontvluchte arrestant. Is inmiddels weer in handen van justitie na te zijn aangehouden in Nickery en overgedragen aan de politie van Groningen. Hij wist samen met mede-arrestant Sherberg Vieroskan te ontsnappen uit het cellenhuis van Groningen in de nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 mei 2024. Sherberg Vieroskan, 51, was in hechtenis gesteld voor medeplichtigheid aan diefstal door middel van inbraak, terwijl Calvin Chin A. Tom, 23. Vast zat voor poging tot zware mishandeling, bedreiging en wederspannigheid. De autoriteiten werken aan de heraanhouding van de voortvluchtige arrestant om verdere juridische stappen te kunnen nemen. Deze ontwikkeling toont aan dat de autoriteiten vastbesloten zijn om ontsnapte arrestanten op te sporen en ze weer in hechtenis te nemen om de rechtsorde te handhaven en gerechtigheid te waarborgen. Het is een belangrijke stap in het rechtssysteem om ervoor te zorgen dat verdachten verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden en dat de samenleving wordt beschermd tegen mogelijke risico's. Drukstealer verstopte drugs in kapotte wasmachine, verdachten aangehouden. Vandaag. In een gecoördineerde actie heeft de politie van Suriname dinsdagmiddag een 25-jarige man in kommewijnen aangehouden op verdenking van drugshandel. De arrestatie vond plaats na grondig onderzoek en verkregen inlichtingen over de activiteiten van de verdachte, Jaleel K., die ervan beschuldigd wordt drugs te hebben verhandeld. Een gemengd team van de Surinaamse politie, bestaande uit een unit van de directeur operaties KPS, DOKPS, en de stootgroep Oost voerde de inval uit op zijn woonadres aan de Pandit Murliweg te Meerzorg. Tijdens de inval werden diverse soorten drugs, waaronder marihuana, crack, cocaïne, sucre en hash, ontdekt. De verdachte had de drugs verborgen in een kapotte wasmachine. Naast de drugs vond de politie ook digitale fijnwegers en verpakkingsmateriaal. Al deze items. Samen met de verdachten zijn overgedragen aan station Meerzorg voor verder onderzoek. Dit voorval benadrukt de voortdurende inspanningen van de Surinaamse politie om drugshandel aan te pakken en de gemeenschap veiliger te maken. De beruchte FB alias Menkobai heeft veel op zijn kerfstok. Aangezien hij betrokken was bij meerdere criminele activiteiten. Hij werd recentelijk aangehouden met een gestolen schaap in zijn bezit en overgedragen aan de politie van quarantijn. Het voorlopige onderzoek wees uit dat Menko Bay het schaap van zijn achterbuurman had gestolen. Daarnaast was er eerder die dag ook aangifte tegen hem gedaan door zijn huisgenoot Essa op het politiebureau Waldeck wegens huisvredebreuk en diefstal van tien stuks droge vissen. Als gevolg hiervan werd Bai ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau Waldeck en in verzekering gesteld. Deze gebeurtenissen laten zien dat Menkobai betrokken is bij verschillende criminele activiteiten en dat de autoriteiten vastbesloten zijn om hem verantwoordelijk te houden voor zijn daden. Het is belangrijk dat dergelijke individuen worden aangehouden en berecht om de veiligheid en rechtsorde in de samenleving te handhaven. Zaak Bordeaux vervelend voor de politiek. De recente arrestatie van Joël Bordeaux-Martinez, een prominent figuur binnen ABOP en directeur van het Nationaal Indoor Stadion, NIS, werpt een verontrustende schaduw over het politieke landschap van Suriname. Als ondervoorzitter van ABOP en iemand met vermeende banden met de drugsmafia, heeft zijn aanhouding niet alleen president Santoki, maar ook de bredere Surinaamse elite in beroering gebracht. De mogelijkheid dat Bordeaux informatie zal onthullen over zijn vermeende betrokkenheid bij illegale activiteiten, zoals de cocaïnehandel waarbij Surinaamse politici betrokken zouden zijn, zorgt voor toenemende nervositeit bij politici en andere invloedrijke figuren in Suriname. Het feit dat hij tijdens zijn verhoren in Brazilië beweerde dat zijn leven in Suriname in gevaar was vanwege kritiek op het beleid van president Santoki, voegt een extra dimensie van spanning toe aan de situatie. De mogelijke politieke gevolgen van Bordeaux's arrestatie zijn talrijk en potentieel verstrekkend. Niet alleen kan het schade toebrengen aan de reputatie van Abop en haar leiders, waaronder vicepresident Ronnie Brunswijk, maar het kan ook leiden tot een breder onderzoek naar de rol van politici bij criminele activiteiten. De Surinaamse politiek staat voor een cruciale periode waarin de integriteit en geloofwaardigheid van haar leiders op het spel staan. Het is nu aan de autoriteiten om de situatie nauwlettend te volgen en gepast te reageren om de stabiliteit en het vertrouwen in het politieke systeem te waarborgen. Tot slot, om het nog even te vieren: deze foto maakt ons erg blij. Het ontslag van Marciano Hellings is teruggedraaid en de situatie bij de EBS is per direct genormaliseerd. Waarnemend president Ronnie Brunswijk heeft een einde gemaakt aan het conflict tussen EBS-directeur Leo Brunswijk en de personeelsbond OWOS. Het ontslag van bondsvoorzitter Hellings is ingetrokken en het vertrouwen in directeur Leo Brunswijk is hersteld. Er is afgesproken dat de onderhandelingen over de cao binnen een week zullen worden voortgezet en dat er geen braakacties zullen worden ondernomen tegen de protesterende medewerkers. De bond en het directieteam zullen samenwerken en beide partijen zullen concessies moeten doen. Hellings en de EBS-medewerkers waren blij met de tussenkomst van de waarnemend president en stemden in met de afspraken die waren gemaakt. Brunswijk heeft gesprekken gevoerd met de directie, Hellings en het bestuur van de OWOS, ondersteund door de Unie van Assertieve Vakbonden, UVAV. Dit is het nieuws voor nu. Ik ben Els voor TV 48. Bedankt voor het kijken en like als je elke dag het nieuws op dit kanaal wilt zien. Abonneer voor nieuws in je mailbox. Een veilige avond, wees lief voor elkaar en jezelf en tot later. Sreeby Sweetsie